Expo 3000 is een prachtig event. En dat is het. Ik ben er nog even bij hangen. One more time. Hij mag misschien niet zo indrukwekkend klinken als een andere auto. Also, was ist dann mit der Polizei? Was ist passiert? Die Polizei wollte feiner geben und Driver's License taken and everything. Alles Gute da? Alles super. Super, sehr gut. Hadden ze smart life? Rekening kunt houden met wanneer welke auto binnenkomt. We mogen weer kijken naar vragen. Het bestikken, dat is ook nog wel een dingetje. We zullen veel auto's zien met het thema Vegas. We hebben een aantal auto's die helemaal rond het anime systeem. Dat is voor mij dus een Iron Man technologie. Het leuke is, kijk, we hebben al twaalf deelnemers dus. Jawel, hier zit er eentje. Een dame achter het stuur. En er wordt gevlogen. Yes, ladies. Dat is toch prachtig. Jawel, de kutbol wordt ook gegeven door dames. We krijgen straks natuurlijk nog een kerstmodel. Die rijdt niet zelf. Maar kudos voor deze dame die zelf rijdt. Dames en heren, maar een grote applaus voor deze dame die zelf rijdt. Ik vind dat prachtig. Leuk hoor, die Amerikanen met hun eigen lief. Kijk, moet dit nou zien wat het hier goed is? Indrukwekkend, vet voor onze rijder. Alleen zijn die kort zo dat ik net een verbinding krijg. Afrojack, we weten geen smart Afrojack, die komt waarschijnlijk helemaal aan het einde binnen. Maar die komt wel met vijf auto's. Kijk, je bent een DJ of je bent geen DJ. Fantastisch is dat toch? Uit drie knalpijpen tegelijk. Jongens, enjoy! Hey, hele fijne trip. Jullie gaan wel door naar Vegas? Of is het voor jullie klaar in Amsterdam? Nee, we gaan zeker met Duitsland naar Amerika. Fantastisch, dus vanavond gewoon hier laden in een vliegtuig. En als iets, dan maakt deze jongen wat beters. Zeker weten. Geniet er lekker van. Team 18! Die leuke gozer die op YouTube altijd weer leuke dingen met de auto's doet. Dat is een vrachtnaam zo meteen. Hier zijn we bij contestant nummer 9. Deze auto wordt bereden door de grote YouTube-ster Schmee 150. Zijn de fans van Schmee, laat je horen! Wow, wonderful. Are you joining? Are you guys having now a swapping to steer? Sure. I guess it's... Russians don't say that. Oh, we do. You have a very good trip to go by. I hope you enjoy it. Enjoy. That's another one. Stop like we can take the best 4-5 minuten. Een kleine GoPro-camera. Dus hier nog een grote cameraman er nog in zit. Daar hou ik ook van. Ik heb ook een grote cameraman. Met een grote camera. Kijk. Mannen met baarden en lang hart. Het is voor mij de eerste passagier die we zien hier. Een bubbel mee. Dat is net een Beat.
Kevin, hi, Matt, Jenny, what's your name? Ernest. Hi, and mijn organisator, de man die ooit Gumball 3000 gestart is in 1999, is Trip, was er gewoon eentje in Europa, riep in Londen volgens mij, als ik dat goed heb. En hoe cool is het dat deze man dit elk jaar gewoon weer doet, 16 jaar lang, iedere keer weer, hoe vet. Veel Maserati, het is bedrijf, het is ontzettend veel geld aangekomen. Kijk, al de questions voor hem. Hi, my name is Eddie, what's your name? Nee, hi. And? I haven't been this deep in a car. That's just because I have to ask the questions to Andre. Are you guys brothers? Look alike, mate. Close friends. Where are you from? Probably Zaterdag, maar dan als jongens. Geef hem straks een heel groot applaus als de man uit de auto stapt. Dat is een heer.